Ho, ja. Ja, wat gebeurt hier al hier? Je rijdt zomaar een auto achteruit. Wat is dit hier al hier? Hallo, wat is dit? Kom, wat krijgen we nou? Midden in het programma, jongens. Daar gingen we net op rekken, hè? Wat is dit? Hallo, wat doe je hier met die auto? Goeie. Ja, ik kom namens Hartman uit Soesbierum. Ja. En er zijn nogal wat problemen met komkommers in Duitsland, zeggen ze. Ja. Er is niks van wie natuurlijk. Helemaal niks van wie, jong. Nee. De komkommers zijn 100% veilig. Ja. En wij dachten als Hartman zijn de dog het voor ons dwarf, wij dog het voor heel Nederland. Dus wij brengen hier gewoon de komkommers en ik deel ze hieruit onder het publiek. Ah, jongen, ja, net voor blikken trots liggen die dingen. Dat markeert helemaal niet aan die dingen. Kom op. Wat hebben we nou? Ik zal even niet in mijn nemen. Waar is mijn komkommer blijven? Even zeggen, ja, lekker. Ik wil er even lekker niet in. Ja, maar die pik ik eruit. Oh, jongens. En die komkommers, ik zei hem wel vertellen, jongens. Die komkommers, dat markeert helemaal net niks, jongen. Ja. Helemaal niks. Een bakje koffie. Nou, lekker. Dan zullen ik de twee meiden een lusje van een bakje. Wil je er ik wat maken? Suiker bij? Alsjeblieft. Ze leven voor je zin. Lekker. Nou, komt helemaal goed. Alsjeblieft. Nou, dankjewel. Even lekker hoor. Smaakt het? Heerlijk. Nou, deze smaakt beter als die van gisteren, want dat was niet te hachelen. Ah, gelukkig. Nou, wilde ik jullie wat vragen. We doen er twee van zulke spetters in het dorp als Witmarsum. Nou, we zitten hier onder oren op voetbal bij de damesteam en dat is natuurlijk heel belangrijk, de sport. Ja, en nou, we hebben al een bijbaantje. Oké. Ja, het voetbal is natuurlijk altijd erg gezellig. En ja, ik zelf studeer in Leeuwen, het is net zo vier voor je het massum al. Dus daarom ben ik nog lekker behouden met hem. Oké. Ja, en ja, een heel soort kinderen die in het dorp, dus daar kom je ook aan alle handen baantjes en iedereen kent elkaar, hij is een soort vriend, dus vandaar. Oké. Ja, maar er is toch wel meer dan alleen maar dit dorp. Ja, Witmarsum loopt mooi centraal. Er is samen in de stad en vooral in de zimmer. Er is een soort dwarfvlezen en oren dingen. Dan kun je samen op het fietsje heen. Dus, oké. Okay. Ja, ik kan wel even een keer mooi eens mooi. Vies net? Ja, ik ga zo met je mee. Dolle. Ik vind het best. Ken je oh, leuk. Kun je wel fietsen als Amsterdammer? Ja. Zelfs met de autopet. Nee, oh. Komt helemaal goed. Oké. Okay. Nou meiden, hey, bedankt voor de koffie. Ik ga weer verder met mijn werk. Is goed. Hey, ontzien, hè. Succes! Okay. Via de hoekjes net. Yo! Nou, hoe voelst u die baarvrouw? Ik bedoel, die baarvrouw die heeft het dan maar goed waar in Brazilië, maar... het is je toch echt prachtig waar? Waar heeft het mee het eigenlijk goed? Ze kan wel weer om in. Ze kan wel weer om in. Het is hier om eens alle dagen prachtig waar. Ja, zeker ja. Weten. En wat voelst u van die non in die kisten? Nou, wist wat mij heel erg opvoel? Wist wat mij heel erg irriteerde? Ja. Dat ze zei dat die paters net van vrouwen houden. Nou. Let me net lijden zien. Nee, wij weten beter. En van man, ik wil je. Ja. En ben je net een siffert? Nou ja. Nee, we horen het wel leuk. We horen het leuk. Maar en hoe voelst door die glazenwasker? Die glazenwasker, nou, die maakt heeg nedig op Frieske les. Ja, maar het is wel een lekker ding. Hij mag bij mij de ruten wel eens wasken. Nou, ik ben niet alleen nog. Oh! En, nou ja. Nee, daar wok ik net hoor. Nou, hoe ze weet het op? Nee. Maar wel aardig, hè, zo'n komkommer. Ja, dat is hartstikke. Het is komkommertie. Het is komkommertie, zei ze, hè? Ja, het is wel wat. Nou ja, we moeten morgen weer eens even zien, hè? Ja, komt morgen weer? Ja, zullen we morgen weer komen? Nou, dan doen misschien, we dat. Misschien is dat wel leuker als Hilbert. Ja. Nou, goeie. Hè? Nou, goeie, ja. Op morgen. Zag. Nou. Op hemelsvandaai ben wij toch wel heel benijd wat er juut weer uit de kisten komt. Ik wil God winnen, gooi een juut. Ja, juut is ik het zuil. Wie dopen wat moenig is, spreken dat boenig is. In het christelijk loon vrijen diert, strip het budden voorbij. Nou, je kon wel pastoor wezen of dominee. Waar ben je al?
Ik ben pastoor Westen, dominee ben ik nog. Ik heet Menno Simons en ik ben Menno niet. Menno net? Maar je zei dat je Menno wel binnen. Ja, ja wees man, ik ben Menno. Maar ik ben geboren in Wietmassen. En daarom nemen de volgelingen van mij nemen zich doofs gezin. Oftewel Menno Nieten. Menno Nieten. En je bent binnen in Wietmassen? Ja wees, u schuit hier een spultje en die wie boer. Maar die zei voor hem dadelijk al, deze jongen wordt geen boer. Hij kan amper een skiep en een gaitutel voor horen. Dat zat we aan de kamer op een paapske squallen. En ik was pastoor in Pijn. Maar ja, ik kon het heel tijd minder vinden met de paven. Dat zat we aan de, ben ik maar oerdood. Ik ben dood door zeker vreerders. Want ik ben van de volwoeksene dood. En van de, ja, je weet het gewoon, ik ben zin het geweld. Weet je wel, geweld lees iets dit bij ons heeg in Vindel. Ja. Ze nemen dus dan ik wel de wederdopers. Ja, ja, en dat wederdopen, dat gebeurde maar wetter? Ja, vanzelf. Ja. Ja. Dus houdt hier echter op een plaats ieder een pompsteen. En daar hel ik het dan altijd in uit. En dat wetter nam ik mooi op mijn reizen terug het land. En elke keer, elke dag om 4 uur nam ik een slokje. Heerlijk, koel, fris wetter. De meesten zijn wel dat ik ze doopte maar het frisse wetter. Maar Menno's wetter viel jojo dadelijk beter. Ja. Mooi, hoor. Prachtig. Ja. Het spreken maakt het me super wat toorstig. Hij joh, ik wat wetter van mij. Ik zal voort even van jou hebben. Goed. Oh. Komt me samen in het zin dat ik ooit eens wat Belgen dood heb. Die zijn, ah wel, wij hebben spaarrijnen, maar Menno's wetter is toch veel fijner. Ja. Oh, tien. Dank. Nou, maar nou maar je ophoren. Je steen ik zelfs op, man. Ja. Hoe kan dit nou? Menno's wetter. Ik zal even een slokje nemen. Oh, heerlijk. Heerlijk. Het is in die het weer. Maar Menno's wetter rinnen jou dadelijk volle better. Nee, weet je wat? Ik neem hem bij mij. Goeie. Ik ging wetter hemel varen. Ik viel God winnen. Waaien joelt, ja joelt en ik het zal. Prachtig, prachtig, wat een mooie, mooie, mooie act werd. En wie nou oer? Nou, de jeugdkampioen van Wietmassum. Stel de muziek maar op kerp, want dat bent uw kampioen. Hier in Wietmassum, jongens. Jouw ze een groot applaus. De jeugd van Wietmassum. Ja, door! Ja, dat is alleen voor Jim. Wie is dat nou? Leuk. Leuk, hè? Nou, en waar ben je toch kampioen in, lieve Scott? In zwemmen. In zwemmen. En welke slag? Nou, in borstcrawl ben ik het allersnelst. In de borstcrawl ben je het allersnelst. En hoe ben je nou kampioen worden? Toch heel protte te trainen? Dat ook. En gewoon je best doen. Ja, en gewoon je best doen. En wat train je precies? Waar ben je het wandelen? In Bolsward heb ik getraind en ik kon, ga daar elke week naartoe. En dan ga je gewoon eerst wat buiten zwemmen en dan, kan je ook wel, en dan ga je wat dingetjes leren en zo. Ja, een soort dolfinarium is dat zo'n beetje, of niet? Nou, zwemmen geen vissen. Nou nee, want ik zie je door de hoepeltjes springen of is dat niet... Nee. Nee, je moet echt hard trainen. Ja. Nou, ik vind het zo knap dat jij kampioen met een Fries kampioen bent geworden, hè? Of? Nou, dat deden gewoon allerlei kinderen aan mee. Het maakt ook niet uit. Je bent gewoon een kampioen. En dat is helemaal niet belangrijk, maar je bent gewoon kampioen. En laat je medaille nog even zien aan die meneer met die grote camera op zijn hoofd. Ja, prachtig, hè? Gefeliciteerd, hoor. En het publiek gaat jou een heel groot applaus geven. En jouw naam is? Maaike Smit. Maaike Smit. Ja, nou, en nou schouw ik even een handje op je, Maaike. Kom even, Maaike, en we schouwen even op. Ja, oké. Okay. Nou, kom maar. Nou, waar zitten we nou echt? Dit ben ik, Jim ben ik, wat door Jim? Viool speel je? Nee, zwemmen. Oh, zwemmen! Oh, ik dacht, je bent kampioen. Nee, je bent ik kampioen natuurlijk. Ja. Kampioen zwemmen. En, wel, en wat, welke discipline? Wat door Jim precies? Wij hebben hem kampioen geworden. Zwemmen. Estafette. School estafette. School estafette. School estafette, moenenwetter. Ja.
Nou, dat is geweldig. En hij heeft er een soort vertraind? Ja, hier gewoon niet met massa en basis zwemmen en wedstrijdjes. Ja. Want je hebt in 2 teams en dan gaan we maar in 2 teams ook op. En dan hier wat zwemmen, kort in weg zwemmen en dan vleen in dat bad wat op een del. Ja. Achteruit, vooruit. Ja. Plat op een reg. Voor, schoolslag. Boskrol. Mooi. Knap, let die grote beker eens even door die cameramasje. Dat is wel heel bijzonder, dames en heren. En een heel groot applaus voor deze kampioene. Ja, en nog één keer die namen. Elisa. Elisa en? Wouter van der Wieten. En Wouter van der Wieten, dit ben wel 2 kampioen van Wietmassum, beste mensen. Ja, ik ben wel benijd hoe dat kind dat Wietmassum zo volle van die bijzondere talenten heeft. Ik ben er heel benijd naar. Maar goed, ik scoor wel een antje op. Is het goed? Nee. Of was het nog meer vertellen? Nee. Oké, dan scoor ik er even een antje op en ik ga naar de judoka, Lewis. Nou moet ik oppassen. Nou moet ik oppassen, want dan kan je wel in de houtgreep nemen. Wacht even, want je hebt een heel mooi, je hebt een heel mooi pak aan, hè? Hey. En woon jij ook in Wietmassum? Ja. Waar woon jij in Wietmassum? In Meester de Vriesstraat. In de Meester de Vriesstraat? En wat spreek je grappig Nederlands? Hé, hey, jongen. Hey. Hoe kan dat? Waar kom je vandaan? Rusland. Arie Ruska. Ach, kom je uit Rusland? Ja. En jij bent hier Fries kampioen? Ja. Wat superman. Wat geweldig. En dan zitten ze op televisie in Nederland allemaal over integratie. Maar hier zit een Friese kampioen uit Rusland. Is dat geweldig? Ja. Nou, ik vind het super voor je. En hoe heb je dat gedaan? Heb je veel getraind? Ja. Ja? Vertel eens, waar train je dan? In sporthal VNO. Sporthal van VNO? Ja. Daar ook in Meester de Vriesstraat. Je bent eigenlijk altijd aan het oefenen? Alleen op woensdag, maar deze week niet. Deze week niet? Nou, het is ik hemels wat daaien, wat kind schelen. Hè? Ja, maar als ik een beetje vrij heb, sta je niet, hè? Nou, dan geeft niks hoor. Je leert nog wel Fries, denk ik? Ja. Oké, nou dan geef ik je wel eens wat Friese les binnenkort. Maar ik vind het zo geweldig dat jij een prachtige kampioen bent. Laat je beker zien. Oké. Okay. Ja. Nou, en nou gaan we even naar de turnkampioenen. Heel snel eventjes. De turnkampioen. Vertel, waar ben je kampioen in? In turnen. In turnen. En waar heb je getraind? Hier in Wietmassum. Hier in Wietmassum. En ligt die medaille even zien, waar ben je kampioen in? Eerste prijs. Welke wedstrijd? Niveau 11. Niveau 11. Nou, dat is wel heel soort, hè? En laat die oren dames maar even steken, want die hebben maar zitten draaien en zitten in een team en draaien voort dadelijk ik maar even om, want dat is wel helemaal bijzonder. En even een groot applaus voor deze turnsters. Ja. Sanne, Ishika, Houkje. Nou, draai maar even om, dan kom ik even tussen mijn stil, altijd mooi. Nou, je bent een team. Vertel. En je traint een heel soort en je bent kampioen, wel Nederlands kampioen. Wie ben je? Sanne L. En. Oké, en Do? Ishika. Ishika? Houkje. Nou jongens, ik stop er maar, want het is te vol om op te nemen. Sa volle talent in Wietmassum, we kennen het hartstikke bijvenen. Het is sa volle. Je bent een geweldig dier. En daarom heb je de medailles bij hem. Wil je hem nog even zien letten? Oké, dit weer de kampioen van Wietmassum. En wie nou? Oer, nou, een heel bijzonder filmpje. Het is iets opvallend dat hier in de dwarf Wietmassum de mensen nou eens actief binnen. Nou, ben je wel nieuwsgierig hoe dat komt. En misschien heeft het iets met Menno Simons van Dwan? Wij zullen ze even hier. Ik ben nieuwsgierig. Nou, goedemorgen. Hallo, Gerke. Alles goed? Ja, prima. Dank je. Wij zijn eigenlijk heel nieuwsgierig wat er in dit huis eigenlijk bad. Nou. Wij jaren er wel eens bijzondere dingen noemen, maar wij zijn nieuwsgierig. Nou, kom erin. Dan zit ik even je wat vertellen. Dank je wel. Dus wij weer in het bettenhuis van Menno Simons. En ik heet dat je hele bijzondere dingen barren. Ja, wij wennen hier al 3 jaar en we verbazen ons heel regelmatig. En soms gebeuren er dingen waar we geen verklaring voor hebben. Dan iemand die het doorriepen. Of hier wat dingen geloed in het huis die we net weer ombrengen kunnen. Maar het allermooiste wat ik nou wil vind, is dat we hieronder een kelder hebben. En in die kelder zit een wel. En daar komt water uit. En dat nemen wij het Menno-water. Oké. En dat Menno-water, als het broekst,
dan viel je enorm fit. Een aantal mensen die nou de Elfstedentocht trainen, die hebben een paar flesjes mennenwetter mooi om. En ik ben benieuwd hoe ze daar op rennen zitten. Want dit is nou de kelder. Nou, dan moet ik die graag die wel zien litten. En die zit hier achter deze deur. Ik zal even het warm even dwan. Ze stond in daar wel wat weg. Zal ik even een flesje vol voor die vullen? Wat is dit? Dit is nou het mennenwetter. Ziet er bijzonder uit. Ja, geweldig. Oh, wat zonde. Ja, het is heerlijk, maar ik heb er nog. Oké. Okay. Er zijn al meer Elfstedentocht erin. Die hebben zo'n flesje. En misschien zijn die goed waard. Hoe heet het, dames? Hoi. Hebben hier wat fitte renners? Ja, het algemeen hele fitte renners en fleurig. Dus ik het heel best. Hoe heet het van jou? Beter dan juister, want juister maakt het zieker nu. Opleiden. Nou, dat is net goed. Hey Remco. Wat zie je dat er nou fit uit, joh? Ja, geen probleem, ja. Nou, dan heeft de V-line net al rond. Ja, voor de tweede keer al, man. Ja. Goed. Hoe kan dat als Toos zo fit is? Oh, nou, moet je eens even zeggen, hè. Wie het maatje met mij nog weet, nou rit alles beter. En de hond die neemt het ik zeker, wat die ja, neemt afgezet. Ja, maar dan moet je eens even zeggen, die hond die keert ik het ervan. Mijn mennowetter rint alles beter. Dan zal ik het maar eens proberen. Ik zou het maar wel. Dat rint nou vaak je meter meer. Ik zou het wel. En heel veel succes ermee. Wij zijn nieuwsgierig dat het werkt. Nou, maar hier zo. Ik een wonderkraantje. Hey jongens, ik maak weer trouw, want ik weet net weg heen, maar ik maak erin. Dus hey, dankjewel. Jo, ben een nieuwe inwenner van het dorp, Leo. Ja. Nou, ze is me dood, hè, want ik denk dat Jo van altijd weer is mij. Was toch even een beetje normaal, was je maar. Ik ben onder inderdaad 84. Maar als je trouw dat ik mennowetter drink, ben ik wat liekig wat jongens. Ja, dat heb je helemaal gelijk in. Maar, ik ben naar inwenner van het dorp, ja. Ik ben Sipke de Boer. Sipke de Boer. En Jo, wat doe je in het van je dagelijks werk? Ik werk hier bij een bedrijf in Snetsnag. En ik zong en soort en ik screw nummers en ik treed een soort op en soort met muziek. Een soort met muziek? Jo, ben een soort troubadour? Ja, ik troubadour, maar ik met bandsies. Triotsies, Solmans, bandsie, echt van alles wat. Ze vallen me ook spelen eigenlijk. En ziet dat er jong al in? Hoe oud wie is toen begonst? Ik ben hier of zeg je, toen heb ik ooit een gitaar kocht. Maar toen ik vroeger op de basisschool zit, wil ik altijd zanger van BCT worden. Zanger van ja, BCT. Daar ben ik nu ook niet meer trots op, maar ja, zo is het wel begonnen. Ja. Nou ja, maar daar is dan niks mis, mooi. Nee, eigenlijk niet. Die had 40 kop aan het wijen en nog die en al. Ja. En hoe is de awareness hier nog samen in Wietmassum? Daar ben we natuurlijk hartstikke wies, mooi. Want als we wat, want Doos Kroost, ik prachtige commercial sounds van hele grote bedrijven, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Ik mooi geen reclame, mooi, maar. Ja, echt van heel veel opdrachten. Ik wil voor dingen om 14 jaar voor bedrijven, relatie geschenken. Maar ik wil singles die in de hitlijstjes tien hebben, die ik voor artiesten maken. Grote biermerken, we nemen je naam, maar ik grote biermerken ben erbij. Ja. Nou, ben je wel grootskap. Dat komt je zat toch maar even uit wie passen bij nou, wat stel je wennis. Ja, dat ben je wel blij, maar dat we best een talentvolle zanger erbij hebben. Ja. En die vriendin, die komt uit wie passen misschien? Die komt uit wie passen, ja. Ja. En die wil je in het wijd, dus ja, ik moest wel. Moest ook je in het wennen dan? Ja, ik word ik hartstikke graag wennen natuurlijk. Ja. Ja, ja. Hartstikke zelf plakje. En wat vies de sterke punten van Wietmassum? Dat het heel erg molkoor is. Dat zit je nou ook wel hier op plein, alle meesken. Dus dat is ook een hartstikke sterk punt. Dat is echt misschien wel een dorpse eigenschap, denk ik. Maar dat vind ik een heel sterk punt. Dus dan word je wat dat betreft net meer wij? Nee, voorlopig niet. Ik zit je hartstikke best. En qua muzikaliteit, in welke genres best het sterkste? Oeh, dat is heel breed. Want ik, ja, dat vind ik eigenlijk niet moeilijk in te schatten. Dat het varieert. Ik vind alles wat ik het leukst vind. Hoor. Dat vind ik eigenlijk heel moeilijk. Ik denk dat ik heel allround ben. Je bent heel allround. He, maar wat ik mij nou afreken, je bent zo allround. En hij heeft zo'n Tiroler petje op. Wat moet dat betjutten?
Nou, ik ben zijn mij vregen voor een stichting mee op te richten, die het Oors is Oors. En met die stichting organiseren wij in het tweede weekend van oktober organiseren wij een Duits bierfeest. En dan denk ik, voor het blijven reclame voor mij. Zet hem maar in agenda, 8 oktober. In de feesttent in Wietmarsum, Oktoberfest. Een bierfest. Ach zo. Nou, dat moet wel gezellig worden, hè? Nou, ik denk, u maakt maar eens even los. Ik wil u wel eens even heren. Ja. Ik zou zeggen, en het muzikale talent in Wietmarsum ook nog wel eens even zien dan. Ja, nou, ik denk dat het hier wel aanwezig is, die mooi wel komen. Nou, ik zou zeggen, de Hestem, hij is voor mij. Mooi zonder Hutsie. Zonder Hutsie. Was het allemaal op, hè? Ja, mij maar. Bedankt. Tjö, dit heb ik er gewoon. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon your hair. I hear the sound of the gently whirl and the winds have to the perfumes through the air. Good vibration, bop, bop. I love the colorful clothes you wear and the way that put the sound is to the air. My ears out of the music world and the day due to the perfume to the air. Perfume to the air. I'm feeling like a good vibration. Good vibration, bop, bop. Is dat de muzikaliteit? Wat de muzikaliteit!